vinden, hoe je dat op kunt lossen, hoe je dat gaat doen en wie je daarvoor nodig hebt enzovoort. Het systeem houdt erbij scores bij. We hebben een aantal problemen die zijn tijdsgerelateerd. We hebben bijvoorbeeld een slaapwandelende door een roosje. Die is in een boom geklommen in haar slaap. En die doet nu aan mijn tak. Als je te lang wacht met het redden van haar, dan zal ze uit de boom vallen. Zo hebben bijvoorbeeld ook Hans en Grietje, die moeten elkaar vinden. Je kan de groen door Grietje naar Hans toe te brengen. Of natuurlijk andersom, dat je Hans naar Grietje brengt. En op die manier zijn de problemen op meerdere manieren op te lossen. Ja. Hier zien wij een beetje schematisch uitgewerkt. Hier is daar aan het uittekenen. Hier hebben wij verschillende locaties gekoppeld aan karakters en welke routes je zou kunnen uitstippelen om het probleem op te lossen. Het geluid. Wij hebben vrij veel aandacht besteed aan audio. Wij hebben een soundloop voor de viewer. Die hebben we gebruikt als achtergrondgeluid. Die staat zachtjes op de achtergrond. Die gaat ook zachter zodra karakters beginnen te praten. Zodat het niet naar elkaar gaat botsen, zeg maar, de stemmen. We hebben een wat middeleeuwse muziekje gebruikt. Het aangeluid bij de stijl van de sprookjes, zeg maar, die zich ook goed afspeelt. We hebben die speciaal geselecteerd op dat het niet irritant gaat worden, eigenlijk, ook omdat het een steeds doorlopend geluid is. En ik heb zelf nog geen last van irritaties, dus dat is goed gelukt. Dan de stemmen van de karakters. Die hebben we allemaal zelf ingesproken. Onze rollen staan op onze shirts, eigenlijk. En daarbij hebben we ook een alwetende verteller gehad. En daar hebben we Lambert Zaad gevraagd. Die heeft dat voor ons ingesproken. We hebben voor hem gekozen omdat hij een zuivere, rustgevende stem heeft. Een beetje een accent, maar dat is ook wel de leuk. En die is dus zeg maar onze alwetende verteller. Die legt problemen uit en die legt hoe het opgelost is en